Venkel is misschien wel mijn grote liefde en mijn grote haat. Ik ben gek op venkel, maar zoals sommige mensen weten, ik verbouw mijn eigen groenten. En venkel was een van de weinige gewassen die me niet lukte. Dat schoot altijd door. Maar ik vind de smaak van venkel misschien wel een van de lekkerste smaken in de keuken, oftewel de anijssmaak. Dat frisse anijzige wat super mooi werkt met kip. En dat verwerkt in een soort bijna Spaans-achtige soep gaan we doen. Tussen Spanje en Frankrijk in. Een kleine fusion. We gaan een bonensoep maken met venkel, chorizo kruim en krokant kippendijtjes. Dat wordt heel lekker. Ik ga een soep maken. Die gaat deels gepureerd worden. Voordeel daarvan is dat je niet zo heel erg op je snijtechniek hoeft te letten. Dat is ook wel eens een keer leuk. Het groen van de venkel. En deze heeft flink wat groen. Deze komt uit mijn eigen tuin. Probeer als je hem koopt op de markt of de supermarkt bij de groenteboer echt een beetje met het groen erbij te pakken. Dat groen is namelijk super lekker, ruikt heel sterk en heeft een hele mooie frisse venkelsmaak. Die je dus heel goed als garnering kan gebruiken. Dus die bewaar ik echt eventjes. Dan gaan we een deel van de venkel, dat is een garnituur, en een deel van de venkel komt echt gepureerd in de soep. Voor de garnituur pak je gewoon een mandolientje of een kaasschaaf of een scherp mes. Je doet het met de hand. Ga ik even heel mooi dun wat venkel snijden. Een paar handjes van die geschaafde venkel apart houden. En die andere venkel even om het knolletje heen. Als je hem doorsnijdt zie je ook waar die zit. Snijd meteen die harde kern eruit. Nou, die venkel mag je gewoon eventjes grof snijden. Dat komt allemaal niet zo nauw. Want wat ik zei, we gaan hem daar pureren nog. Gewoon een paar keer gewoon lekker met je mes er doorheen. Hoppakee. Hetzelfde geldt voor de ui. Wat boter in de pan ook. Hoppakee. Ui, grof snipperen. Waarom zou je je best doen? Want het gaat toch gepureerd worden. En zoals je ziet doe ik de ui eigenlijk direct in de pan, ook is de boter nog niet gesmolten. Verwarmt hij gewoon mee, brandt hij minder snel aan en geeft hij heel mooi langzaam zijn smaak af. Ui in de pan, venkel maar gewoon meteen in de pan. Behalve dus die mooie dun geschaafde venkel, die houden we als garnituur. En ik ga met cannellini bonen werken. Hele fijne boom, zeer populaire Italiaanse boon wel. Hij lijkt eigenlijk een klein beetje op de witte boon zoals we hem kennen. Zoals vroeger de witte boon in de watersaus. Dus de venkel en de ui gaan we aanzetten. Ondertussen kun je de aardappel erbij pakken. Dus als je de aardappel gewoon goed schoonboent, ja, dan hoef je hem helemaal niet te schillen. Dat is echt, vind ik niet nodig. Die gaan we ook even mee fruiten. Dan wat tijm. Ik heb hier mooi verse tijm, dan kun je de takjes gewoon meesnijden. Op een gegeven moment, als tijm wat ouder is, wordt hij wat houteriger. En dan moet je hem rissen. Dan ris je zo van een takje af. Knoflook. Hoe grof je hem eigenlijk houdt, ja, hoe minder snel die verbrandt en hoe langer die smaak afgeeft. Ik ga hem aanfruiten en daarna toch koken. Dus niet te fijn snijden en later pas toevoegen dan de ui en de rest. Dan heb je er tenminste ook iets aan. Venkel is nu licht aangekleurd. Uitje is een beetje gaan zweten. Knoflook is zijn werk aan het doen. De tijm is zijn werk aan het doen. Dan kan er een deel van die cannellini bonen bij. Ik hou een deel apart. Ik vind het ook wel leuk om de soep nog een klein beetje te dressen met wat boontjes, zodat je ook daar weer wat extra structuur in krijgt, los van die venkel. Je ruikt nu die zoete geur van die venkel, die knoflook komt erbij, die kruidigheid van die tijm. Nou, het wordt echt heerlijk en nu gaan we hem afblussen, gewoon met water. Ongeveer 1,5 liter doen, wat kippenbouillon bij. En zoals je ziet, ik gebruik nu gewoon een blokje. Ik heb eigenlijk meestal mijn bouillon die ik vers maak in de vriezer staan. Maar we gaan het vandaag een beetje makkelijk halen. Dus ik dacht, ik doe het even met een blokje, dat is voor u thuis ook handiger. Als het eenmaal kookt, kun je hem lager zetten. Zorg je dat die aardappel gaar is. Nou, dat is meestal met een minuut of 10, 11. En het is echt een hele fijne soep. Ondertussen gaan we namelijk verder met de kippendij en de chorizo.
de chorizo zelf, dat wordt een soort topping, een soort kruim. Echt niet zo heel veel nodig, gewoon een mooi stukje pakken. Een onwijze smaakmaker, dus het vervangt gewoon ook heel veel kruiden. Ik snijd gewoon een beetje kleine blokjes. Zoals je ziet, laat niet iedere chorizo zich fijn snijden, maar gewoon dat hij een beetje in kleinere stukjes is. In het pannetje. Klein scheetje neutrale olie erbij. Kan een zonnebloem zijn of een arachide. Hoog vuur en gewoon lekker even uitbakken. Dat die mooi krokant wordt, die stukjes. Dan ga ik er maken 7 van die olie. Dan heb ik een knalrooie, mooie olie straks voor je zoek. Een beetje kruim bovenop, bovenop die kippendijtjes. En daarover gesproken, daar gaan we nu mee verder. Kippendij, mijn favoriete deel van de kip. Kippendij is het werkvlees. Dames en heren, Hugo gaat zich voor lul zetten. Een kip heeft 2 poten en vleugels. En hier zitten zijn dijtjes. En dit doet een kip de hele dag. En dan zit een beetje zo te scharrelen en te lopen. Dus dit stuk is het werkvlees, de dijtjes. Ja, klinkt dus ook heel logisch. Maar daardoor is het zo'n, daarom is hij heel extreem mals. Mooi met vet ooaderd. Je krijgt hem bijna niet droog. Al zou je hem verkeerd bakken. Het kipfilet kan nog wel eens dat het dan heel droog wordt als je het niet goed doet. Kippendij kun je stoven, grillen, bakken en het blijft gewoon ontzettend lekker. Een beetje olie in de pan. Het kippendij ga ik heel neutraal houden. Dus gewoon een draadje zout en een draadje peper. Dus je hebt natuurlijk al die prachtige soep die ik echt... Die venkelsmaak, die subtiele smaak wil ik niet overheersen. Dijtjes in de pan. Voeg wat takjes tijm toe aan die kip. Gewoon even scheuren. Niks meer dan doen. Pak een bakje. Eventueel een klein zeefje. Gieten we even die olie eraf. Die hebben we wel nodig, dus niet weggooien. Zoals je ziet, doen de kippendijtjes best wel op hoog vuur. Ik hou ervan als je echt een beetje die mooie... Maillard-reactie krijgt, hè, wat bij vlees gebeurt. Een beetje karamelliseren van het vlees. Ja, dan krijg je gewoon extra smaak. Kleur is smaak bij heel veel dingen en bij vlees is het zeker zo. Dus hoe meer kleur dat geeft, ja, hoe meer karamellisatie van die suikers, ja, vind ik hoe lekkerder het wordt. Nou, eens kijken. De aardappel is bijna gaar. Kijk, als de aardappel gaar is, is die venkel ook gaar. Dus dat is helemaal top. Dan kunnen we gaan pureren. Kippetjes. Even op het laatste wat even iets hoger, dat het nog een klein beetje krokanter wordt. Sowieso in Nederland, hè, wordt veel kip gegeten. Ook veel kip geproduceerd. Maar volgens de Animal Protection Index staan we tegenwoordig aan de absolute top. Met betrekking tot dierenwelzijn op het gebied van het produceren van kippen. En er gaat gelukkig niks meer verloren. Dus alle delen van de kip worden gebruikt. Tot de botten aan toe, of ons pootjes, garnalen, eigenlijk alles wordt verwerkt. Oké, kruim is krokant. Ga ik even de pannen wisselen. Dan gaan we de soep pureren. Dus die aardappels geven binding, hè, maar ook die bonen geven binding. Dat je een beetje een stevige soep krijgt. Prachtig. Het bordje gaat opmaken. Beginnen we met die soep. En een mooi diep bord. Super romig, zalvig bijna door die bonen. Prachtig kippendijtje. Onderin die mooie dunne rauwe venkel. Mooi hoopje maken in het midden.
kippendijtjes. Mooie reepjes snijden. Dan hebben we het chorizo kruim. Kun je nog één keer je mes doorheen halen. Nou, een kruim is het zoals je hoort. Een mooie krokante topping. Pak je een klein beetje van die chorizo olie. Ziet er natuurlijk echt waanzinnig mooi uit, maar is vooral onwijs lekker. Een paar van die bonen erin en afmaken met de bewaarde venkeltopjes. En voilà. Een Spaans, Frans, heerlijk soepje. Een venkelbonensoepje met kippendijtjes, krokante chorizo, kruim en olie. Ja, zeg maar bon provecho, bon appétit. Eet smakelijk.